Eindelijk is het gelukt, mensen. De dag is aangebroken. PFC is erg tevreden met dit succes. Ik ga heel even het geschiedenis, maar toch niet zo lang hoor. Dit geschiedenis is vanaf 1993 begonnen, waar de NV's voor privatisering zou moesten gaan. Met als gevolg een afvloeiend systeem voor het personeel. Natuurlijk kon CDM dit niet tolereren. En vanaf dat moment begon het systeem van het zoeken naar een strategische partnerschap. 5 jaar geleden begonnen de gesprekken alweer met Damen Shipyard Group om de strategische partner van de dokmaatschappij CDM te worden. Als vakbond weten we dat de heer Cliff Christian bij betrokken was in dit proces. Maar helaas, de minister van toen vond het toch niet zo'n goede idee. In december, gelukkig, december 2015, bereikte de Curaçaose overheid een principeakkoord met Damen Shipyards over CDM. Er is intensief samengewerkt tussen de CDM Holding, de onderhandelende team, Damen, de werknemers, vakbond PwC en de overheid. Iedereen is doordrongen van het feit dat de scheepswerf belangrijk is voor onze economie en de werkgelegenheid. En dat het partnerschap met Damen vele voordelen biedt, zowel voor de werknemers als voor Curaçao. De samenwerking met als doel 400 banen te behouden was een droom voor het vakbond. Vanaf het eerste moment zeiden we dat ieder werknemer 1 op 1 met hun arbeidsvoorwaarden naar het nieuwe systeem geschakeld moet worden. Ook zijn we op de hoogte dat Damen in samenwerking met de Curaçaose overheid zullen investeren in een bedrijfsschool die opleidingen en trainingen verzorgt voor werknemers. Dus dat is een economische bloei op het gebied van meer werkgelegenheid in de scheepvaartindustrie. Een zeer speciale dank aan de arbeiders die iedere dag kwamen om te werken. Sommigen met wat hoop, sommigen hopeloos, maar 1 ding kunnen wij als vakbond garanderen. Desondanks de moeilijke situatie, de moeilijke periode, desondanks de moeilijke omstandigheden, bleven onze leden, de werknemers, hun werk vervullen. Zonder enig idee wat hen te wachten stond in de toekomst. En tijdens die periode stonden wij als vakbond achter hen. Als vakbondvertegenwoordigers vervult het ons met grote trots om te weten dat de werknemers een sterke vastberadenheid hadden en die nooit het hoop hebben verloren. PwC pleit voor democratische, rechtvaardige en duurzame economische ontwikkeling die een hogere levensstandaard, goede lonen, arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid en pensioneren biedt voor alle werknemers. Veiligheid is ook hoog in het vaandel voor ons. En dat is wat wij streven voor onze leden die werkzaam zijn op het terrein van CDM. Nou, beter gezegd, Damen Shipyards Curaçao BV. Wat ik nou aan de werknemers kan zeggen is dat de start begonnen is. En dat er binnenkort een nieuwe arbeidsovereenkomst onderhandeld zal worden met alle voorwaarden die gunstig zijn voor jullie allemaal. Papier aan allen die bij betrokken waren aan deze samenwerking. Papier voor Damen Shipyard Curaçao BV. Papier voor alle werknemers van Damen. En speciaal voor de leden van de vakbond PWFC. Un orgullo de corazón de nos cada uno de PWC na Bosnang. Nos sentimos un momento nang aquí. Ahora llega el momento que por fin tradona de CDM Damen Shipyards Curaçao BV, nós vamos começar a renegociar o contrato coletivo que assina tanto bom benefício que possam merecer devidamente. Danke por escutar-me e feliz noite, Verda. 2, 1. Dames en heren. Samen met de vlag van Curaçao erin gewerkt.